Vandaag kon er na lange tijd weer een gezamenlijke tocht worden gemaakt door de Oostvaardersplassen. De excursies konden niet plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen. Wat we vandaag willen is eigenlijk de buren uitnodigen. Dus voor de Lelystedeling en mensen uit Almere. Om eens te kijken, wat gebeurt er nou? Waar staat het bosbeheer nou allemaal mee bezig? Soms horen we van ja, we zien er niks van, we horen er niks van. Mogen we het gebied niet in? Nou, dat is helemaal niet aan de orde. Dus deze dagen zijn juist om te laten zien waar we als Stadsbosbeheer mee bezig zijn in het gebied. Met de eco-car gingen ze het gebied in en liet boswachter Wubbe zien hoe het natuurgebied, de Oostvaardersplassen, er op dit moment voor staat. Ja, het mooiste plekje vind ik, dat zit je eigenlijk midden in het kerngebied. En daar heb je de overgang van het natte graslanden naar het moeras op de achtergrond en dan de droge graslanden aan de andere kant. Ja, daar heb je zo'n immense diversiteit aan vogels. Je ziet de grote grazers vaak. De zeearend die dan overkomt vliegen. Nou, er lopen hier best veel vossen rond. Nou, die kan je ook zien. Ja, dat vind ik echt een fantastische plek. Staatsbosbeheer is inmiddels 3 jaar bezig met een nieuw beleidsbeheer voor de Oostvaardersplassen. De natuurorganisatie wil zoveel mogelijk landelijke variatie en een grote biodiversiteit in het gebied. Wat we hebben gezien, en dat is ook onderdeel van het hele beleidskader wat we aan het doen zijn, is dat er heel erg veel grazers zijn. Ten opzichte van het gebied. Het is een immens groot gebied. Maar toch zagen we dat juist door die hele grote aantallen grote grazers eigenlijk het aantal bomen en struiken sterk verminderen. En dat zijn we nu aan het terugbrengen. Enerzijds door de grote grazers in aantal terug te brengen. Anderzijds door actief ook beschuttingen aan te leggen. Dus ook bomen te planten. Na de vondst van enkele dode watervogels, die bleken te zijn bezweken aan de vogelgriep een paar weken geleden, zijn er nu geen meldingen meer. Gelukkig valt de vogelgroep inderdaad mee. We zien eigenlijk niet zo heel erg veel dode vogels. Dat zou ook kunnen, omdat ze natuurlijk en door vossen, zeearenden en andere aanzeters ook worden gepakt gewoon als eten. Maar ook in de zieke vogels, we zien weinig, gelukkig nog steeds, relatief weinig zieke vogels. Het bijvoeren van de grote grazers is volgens Staatsbosbeheer nog niet aan de orde. We houden dat gewoon heel goed in de gaten. Tot nu toe is het bijvoeren zeker nog niet nodig. We houden die conditiescore continu in de gaten. En ja, de kans is wel aanwezig dat we deze winter weer moeten gaan bijvoeren. Dat verwacht ik wel, maar dat is nu nog niet aan de hand. De toekomst van het gebied blijft ook voor boswachter Wubbe spannend. Eigenlijk zijn we continu aan het zoeken naar de balans in de Oostvaardersplassen. Dus balans in de natuur, maar ook balans met zeg maar, de maatschappij. Dus hoe kijkt nou Nederland, hoe kijken de mensen naar de natuur en hoe kunnen wij dat, omdat hier vaak, ja, het is heel erg zichtbaar wat we hier doen. Dus we zoeken hier continu naar die balans en dat vind ik eigenlijk de grootste uitdaging voor de komende jaren.